Ja, Leo, in die laatste maat maak ik eigenlijk alleen vertraging op de tweede slag. Dus alles blijft in tempo tot aan die tweede slag. Heel goed. Is het ingewikkeld om dit te coördineren? Gaat wel, ik hoor het koor niet. Dus het koor hoor ik alleen maar heel indirect. En dat is een beetje moeilijk. Dus voor de hele fijne afstemming met de koralen straks, ik zal het zo merken, hoor ik alleen mijn eerste viool vooral. Dat is een beetje weinig. Ontvloerst, ja, maar als een andere erbij, dan wordt het nog ontvloerst. Er is geen 4 van sluit. Maar 13, Leo? Ja. In Bastijd was het altijd met groot orgel. Maar dan zaten ze alleen dichterbij natuurlijk. Zonder hadden ze geen monitoren en zo. Maar dat was het ook soms lastig. Dus in de Thomaskeertje in Leipzig waren de zangers lager. Dus dan hoorde je, de instrumentalisten waren er allemaal bij. En die hadden dan weer contact met de eerste viool en zo. En orgel, was dat gewoon met de rug. Zat je dan het stoel maar in de omgeving. Dat was, in die tijd was er geen kistorgel wat meespeelde. Het was klaafcimbel of orgel en klaafcimbel. Of alleen orgel. Leo nummer 6, met die tweede registratie. Ja, en dan in mineur, sorry. Ja.